Welkom bij een zomers werkstukje. Ik verslikte me bijna. Zomer, um, dat staat voor vakantie. Althans, ik ga ervan uit dat de meesten van jullie. Uh, een lekkere vakantie gaan nemen. Dat kan natuurlijk gewoon thuis zijn in de achtertuin of in de camping ergens in Nederland. Of je gaat naar het buitenland, naar het strand. of je gaat stedentrips doen. Maakt mij allemaal niet uit, als je er maar even lekker tussenuit gaat. Dat is goed voor de geest en voor het lichaam. En de vraag is dan altijd, wat ga je doen tijdens een vakantie? Nou, ikzelf ben iemand die in de zomervakantie drie dingen wil doen. Um, liggen, heel veel liggen en boeken lezen. Um, ik wil uh, sporten. En dan bedoel ik gewoon, ik wil naar de fitness kunnen. Ik wil beachvolleyballen. En ik wil zwemmen, um, Zee, het liefst gewoon een geld zwembad. Dus ik ga eigenlijk altijd naar een traditionele strandvakantie. Jelle daarentegen, die gaat veel meer gebieden ontdekken. De natuur in. Um, Koos zit er een beetje tussenin. Daan is weer naar Australië geweest. En Nieuw-Zeeland om daar te ontdekken. Iedereen doet gewoon wat anders. En dat maakt het ook leuk. Toen dacht ik bij mezelf: oké, okay, wat kun je dan? Um, als je gamer bent, als je van videogames houdt en uh, dat is niet een passie die je in de zomer gewoon eventjes helemaal uitzet. Wat zou je dan kunnen doen uh, wat te combineren valt met een zomerse vakantie ergens in Europa? Want ik ga niet helemaal naar Azië en Amerika en weet ik allemaal wat. Ik hou het simpel, haalbaar, betaalbaar en dat is Europa. En dus heb ik even gekeken naar wat nou de tofste. Ik heb eigenlijk tien toffe plekken in Europa gevonden waarvan ik denk uh, dat het als gamer leuk is om naartoe te gaan als je in de buurt bent of als je misschien wel speciaal omdat je dit tof vindt daar naartoe wilt gaan. Ik ga alle linkjes van de tien plekken ga ik netjes in de tekst zetten. Dus dan kun je allemaal naar de websites toe uh, om te kijken of het wat voor je is verder. Um, het zijn veel arcadehallen, maar er zijn ook een aantal hele toffe videogame. Musea. Uh, natuurlijk kun je ook in Amsterdam naar Blast Galaxy gaan. Dat lijkt me logisch. Maar zomervakantie is toch eigenlijk voor mij altijd sowieso wel naar het buitenland gaan. Als ik in Nederland op vakantie ga, ik, voor mij voelt dat gewoon niet als vakantie als ik weet dat als ik mijn onderbroek vergeten ben dat ik gewoon naar huis kan rijden. Dat, dat ik weet niet man, dat voelt niet, voor mij niet lekker. Goed, we beginnen. Ik ga al echt wel kriskras door Europa heen. Uh, we beginnen in. Oslo, dames en heren. Jawel, Oslo. Ja, je moet ergens beginnen. Um, Noorwegen is sowieso een land waar gamers het goed hebben. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb wel uh, gelezen dat Zweden en Noorwegen... zo'n beetje het snelste internet ter wereld hebben. Dus als gamer heb je daar het gewoon hartstikke goed. Er is ook best wel een levendige game development scene in Oslo. Er zijn ook wat kleine arcadehalletjes. Maar de beste arcadehal als ik gewoon afga op de recensies, uh, is Tilt. En Tilt is een merk wat ook wel op andere plekken zit in de wereld. Um, het is een beetje Blast Galaxy achter. Nou, dat zie je. Beer, fun en games. Dat lijkt mij toch een ongelooflijk goede combinatie. Um, want ik vind dat bij Blast Galaxy ook altijd goed. De combinatie tussen lekker gamen met een paar vrienden... En dan halverwege een biertje drinken. Weer door gaan gamen. Dan even een lekker burgertje eten. Of, of de, de chicken wings. Die zijn hartstikke goed bij Blast Galaxy, En dan weer door gamen. Hartstikke fijn. Zeker als het buiten fucking 40 graden is. Kun je beter in een uh, hopelijk gekoelde. Want Blast Galaxy heeft geen airco. Maar een gekoelde uh, gamehall zitten. Nou, wat, wat, wat is er dan allemaal te doen? Nou, dan klikken we gewoon even naar About Tilt Oslo. Um, pinball. Ik zie dat ook een beetje als gaming. Pinball is... Echt heel erg uh, tof, vind ik. En vooral als er veel oude kasten zijn. Nou, die hebben ze hier allemaal. Het is uh, ja, feitelijk de grootste uh, uh, arcadehal in Noorwegen. En hier kan je ook eventjes zien welke uh, arcade kasten ze hebben. Nou, er zitten echt heel veel toffe uh, ja, kasten bij. Crazy Taxi, Dance Dance Revolution, Daytona, Donkey Kong. Igaruga, uh, Mario Kart Arcade, Sega Rally 2, nou, etc. Et Kijk, bij pinball hebben ze ook een heleboel hele vette pinballkasten. Um, dat is dus allemaal tof. Uh, de site vind ik niet heel erg handig. Want je wil natuurlijk ook altijd een beetje zien hoe het er dan uitziet binnen. Nou ja, dus moet ik gewoon maar even googlen naar wat foto's. En ik heb wat foto's voor jullie gevonden. Uh, dit laat een beetje zien: het, uh, het arcade gedeelte van uh, Tilt Oslo. Nou, je ziet hier staan verschillende. Kasten allemaal met een leuke glitterbal in het midden. Zodat ze waarschijnlijk ook nog kunnen dansen daar. Um, en even kijken. Dan schakel ik gewoon meteen even door naar de andere. Hier zie je dan feitelijk meer het pinbal gedeelte. Je ziet ook aan de bovenkant hier ook allemaal arcade kasten staan. Het ziet er gewoon hartstikke tof uit. Dit is waar je gewoon prima een middag kan um, doorbrengen. En mocht je nou je vriendin of als vrouw je man... En kinderen mee op sleeptouw moeten nemen. en die zijn niet zo van de gaming. Uh, don't worry. Ik heb nog nooit in Blast Galaxy gemerkt. dat iemand die niet per se een gamer is. zich daar niet uitermate goed voor maakt. Dat is het toffe van die kasten en van pinball machines. Uh, het is gewoon leuk. Het is fysiek. Je bent ermee bezig. 100% zeker dat dit een leuke middag gaat zijn. Goed. Tilt Oslo dan? <coughs> Waar gaan we dan, dan naartoe in mijn reis? Nou. Ik pak even de boot. Ik weet niet eens of het kan. En ik ga van Oslo naar dat andere eiland toe. En dat eiland heet de uh, UK, Engeland. Uh, en uh, er zijn twee hele toffe plekken die ik daar even voor jullie uit wil vissen. Uh, de eerste die ik eruit wil halen. En die noemt zichzelf de grootste arcadehal van Europa. En dat is de Arcade Club. En de Arcade Club die zit in. Uh, Burley. Um, ja, dat is dan weer een kleiner stadje in Engeland. Uh, er is zitten, dit ligt vlakbij Manchester. Uh, je hebt meerdere arcade clubs in Engeland. Je ziet het, oh, sorry, Burry. Je hebt in Leeds, Blackpool. Uh, maar Bury is absoluut het grootste. Nou, uh, dan klikken we even op Burry. Hier zie je dan een beetje uh, de foto's. Ik ga er gewoon lekker even doorheen scrollen. Uh, het is niet goedkoop. Het is absoluut niet goedkoop. Uh, Black, Black Galaxy is volgens mij 15 euro tegenwoordig. Nou, dit is 17 pond. Pond ligt wat hoger. Uh, dus, uh, maar goed, als je met twee uh, mensen komt uh, uh, en twee kinderen erbij voor 43 pond... Nou, mocht het een keer regenen of uh, gewoon een hele bloedhete dag zijn, dan is dit prima te doen. Uh, nou, je ziet allemaal gewoon uh, veel arcade. Hebben ze dan uh, allemaal? Ik moet even een beetje naar beneden gaan, volgens mij. Nou, hier zie je dus gewoon een beetje de foto's wat er allemaal te doen is. Er zitten zo ongelooflijk veel kasten om hiermee uh, aan de slag te gaan. Ehm. Uh, um, Mocht ik ooit in de buurt zijn, of wie weet ga ik met Gamekings wel eens een keer een tour maken langs dit soort grote arcadehallen. Want uh, we hebben hier ontzettend veel fans op de redactie van de arcade. Uh, dan staat deze zeker hoog op de lijst. Dit is een arcadehal zoals wij hem graag zien. Niet die gamestaten dingen die je in Nederland ook hebt. Waar je dan allerlei um, ja, soort van bonnetjes uit kunt krijgen. Waarin die moderne shit er allemaal bij zit. Nee, oude, oude... Oude kasten gewoon retro gaming. Dat is wat we willen. Goed, uh, dit kan dus zeker een leuke middag gaan uh, vormen in Engeland. Uh, dan ga ik ook even naar Liverpool uh, toe. Uh, Liverpool heeft ook een hele leuke spot. En Liverpool is sowieso een hele tof stad om naartoe te gaan. Je weet wel, natuurlijk, de Beatles komen daar vandaan. Uh, ja, wie weet speelt Liverpool of Everton wel een vriendschappelijke wedstrijd. De pubs zijn daar fantastisch. Uh, hartstikke leuk. En daar is ook een, um, ja, een beetje een Blast Galaxy-achtige uh, ja, happening. En die heet Arcanes. En hier zie je een beetje het beeld. Het is een beetje underground. Het is een beetje lekker donker. Uh, en alles draait gewoon weer om bier, burgers en... Arcade games spelen. Sterker nog, ik ga eventjes een beetje naar beneden. Want ik dacht dat dat deze was. Kijk eens, hier: Bam! Winner of the best burger Liverpool 2023. Nou, deze burger ziet er ontzettend goed uit. Op dit moment doe ik aan intermittent fasting. Dus ik mag nog niet eten. Maar dit doet pijn aan mijn maag. Je ziet ook DJ'tje erbij. Dit is zoals arcade uh, 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 moet zijn, volgens ons. En um, hartstikke leuk om gewoon naartoe te gaan. Mocht je. In Engeland zijn uh, en in de buurt van Liverpool, en je denkt, ik ga er een stedentripje van maken, dan zou ik uh, zeker hier even langs gaan. Goed, uh, de volgende is misschien een beetje een aparte, want uh, je weet het: er is wat aan de hand in de Oekraïne. Uh, de Russen zijn op dit moment niet uh, de grootste vrienden van Europa, uh, en reizen naar Rusland is niet echt. Heel erg makkelijk op dit moment. Laat staan dat ik niet weet of heel veel mensen nu zoiets hebben van: weet je wat, ik ga toch even lekker de toerist uithangen in Rusland. Um, je weet het maar nooit, voor hetzelfde geld komt er een drone binnen en ben jij net lul. Maar er is wel iets. En hopelijk ooit komen ze allemaal tot reden daar in Oekraïne en Rusland. En stopt die hele fucking oorlog daar. En um, kunnen we een keer weer gewoon op een normale manier naar Rusland toe. Want. Je weet het, ik hou van Oost-Europese shit. En er is daar een waanzinnig museum. En dat museum heet. Um, ja, nou goed, hier staat het dus in het Russisch. Dus uh, dat is voor mij een klein beetje lastig. Uh, maar het is uh, feitelijk de, de, het museum van Sovjet-arcade. En het grappige is natuurlijk dat. Het is niet alsof Russen niet gamen. Het is niet alsof Russen. Geen gamesindustrie hebben, zeker niet vandaag de dag. Maar in de tijd van de Koude Oorlog. Was er wel degelijk ook arcades in Rusland. Waren er arcadekasten in Rusland. Alleen die kwamen natuurlijk niet uit Japan en uit Amerika. Want uh, ja, dat, die, die, dat waren die kapitalisten, dat waren de verkeerde, de verkeerde types. Dus uh, moesten ze hun eigen arcadekasten maken. En um, ja, je ziet het hier al. Dit, ik vind dit fucking insane! Dit gewoon. Dit zijn oude. Uh, oude Russische kasten, allemaal. En ik kan je er een klein beetje meer over vertellen. Want waarbij het bij Westerse kasten vaak over vermaak gaat, entertainment, uh, gecombineerd met fantasy settings. Dus uh, met een grote gorilla uh, uh, zitten we achter bananen aan, of uh, we zijn aan het space invaden. En in Rusland, communisme. Uh, we moesten allemaal sterk zijn. Draaide het veel meer om jongeren en ouderen te leren schieten. Te leren rijden. Te leren omgaan met een duikboot, etc. Cetera, et cetera. Het is veel meer praktisch. Dus je ziet het ook al. Heel veel schietapparatuur. Hier zie je ook een, uh, een, 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 een zeevaart-arcadekast. Uh, Ik ga even naar een andere toe. Want, uh, hier is een leuke blog van iemand die er naartoe is geweest. En dit zijn allemaal kasten uit de jaren 80. Ik vind het fucking insane. Ik zou hier super graag naartoe willen gaan. Uh, je ziet het, het is ook lekker communistisch allemaal. Lekker ouderwets. Nou, hier iets met een zebra-paard. Ik weet niet wat het is. Maar hier is bijvoorbeeld weer uh, een, uh, een, ja, een, een duikboot. Arcade kast waarbij je uh, Amerikaanse schepen meer haalt. Nou, je ziet, het ziet er hartstikke mooi uit. Ook gewoon fucking communistische tafelvoetbal. tafel. Waarschijnlijk met uh, de Sovjet-Unie erin. Uh, hier ook ja, hier is die befaamde kast dan weer. Uh, hier, dat, dat is de kast waarin je kunt, uh, met, met een schip kunt varen. Uh, nou, ga zo maar door. Um, veel meer praktisch, maar ja, ik zou dit bijzonder graag willen zien. Dus. Mocht je toch het idee hebben: van fuck die shit, ik ga gewoon lekker naar Rusland toe dit jaar, dan moet je naar Moskou gaan. Overigens in Sint-Petersburg uh, uh, hebben ze ook een dependance van dit museum. Uh, ietsje minder uh, kasten, maar ook daar kun je terecht voor de arcade kasten. Het is ook verreweg de goedkoopste. Uh, van alle arcade plekken die ik jullie uh, nu uh, aantoon. Het is namelijk, uh, wat was het? 650 roebel. Nou, de roebel is niet zo heel veel meer waard. Het is 6,36 euro om binnen te komen. Dat valt dus hartstikke mee. Uh, dan gaan we naar Duitsland toe. En in Berlijn hebben ze ook een bijzonder uh, tof uh, ja, uh, 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 computerspielenmuseum. Oftewel uh, een, een museum. Um, waarin, ze op dit, waar, waarin ze een soort van vaste opstelling hebben met allerlei oude kasten, dat, dat is dit gedeelte. Hè. Dat is het, het museum als het ware. Hier hebben ze weet je wel, de, de eerste pong die ooit uitkwam. Uh, uh, en zo hebben ze best wel veel uh, unieke zaken daar liggen. Ik weet niet, kan ik hier nog even op klikken. Uh, de painstation, uh, die is ooit hier ook in Nederland geweest, die is inderdaad niet leuk. Uh, dus op het moment als jij uh, verliest, dan krijg je een schok aan je klauwen. Um, de Sega Rally Championship van 1994, de, de, de originele kast. Dus ze zijn nu ook bezig met een aantal van legendarische uh, race games, uh, arcade kasten, daar uh, tentoon te stellen. Uh, maar ze hebben dus inderdaad ook een, so een zonderausstellung. En uh, een van die zonderausstellings, dat zijn eigenlijk tijdelijke tentoonstellingen, die vind ik heel erg tof. Dat is dus eerst die uh, Sega Rally Championship. Daar hebben ze dus een aantal uh, echte ja, klassiekers. En ze staan hier. Um, even kijken. Paul Position 1982. Super Monaco 1989. Crazy Taxi 1990. En Sega Rally Championship 1994. Alle vier arcade kasten waar ik in heb gezeten. Super tof. Uh, maar deze vind ik echt heel leuk. Ze hebben gerecreëerd uh, hoe wij vroeger in de jaren 80, 90, 2000 gameden. Dus... De jongenskamers, uh, want het waren toen vaak jongens die gameden. Die hebben ze gewoon weer gerecreëerd met de originele ja, uh, schilderijtjes of posters die je aan de muur had. Het behang, de, de meubels. En nou, dat zie je een beetje hier. Uh, dat ziet er gewoon hartstikke tof uit om weer een beetje mee te maken. Het geeft mij een soort van nostalgie. Uh, ze hebben ook een oude arcade hal uit die tijd weer in elkaar gezet... waar je aan de gang kunt. Dus het uh, ziet er gewoon hartstikke tof uit. Midden in Berlijn. Nou ja, ik, ik hoef je niet te vertellen hoe tof Berlijn is. Berlijn is echt super tof. Uh, het is er nu bloedheet. Dus dit uh, kan best interessant zijn... om bijvoorbeeld overdag hier even een middagje... door te brengen en dan s'avonds gewoon... het nachtleven van Berlijn te gaan verkennen. Want... Uh, geloof mij, dat is hartstikke tof. Dan gaan we uh, een stukje meer uh, naar het oosten toe. Uh, en dan komen we in Polen terecht. En ja, Polen is ook hartstikke leuk om in vakantie te gaan. Poolse steden zijn echt heel erg tof uh, om te bezoek uh, bezoeken. En een van de mooiere steden is ook nog Krakau. En uh, daar hebben ze dus een enorm. En nou eigen zeggen zeggen ze weer: het is het grootste pinballmuseum van Europa. Um, nou, dat zie je hier. Het is Nilepse Flippery Igri Video. Oftewel, uh, het is een flippermuseum en videogamesmuseum. Ik zet hem even in Engels, want uh, oh, dat kan helemaal niet. Uh, dat is handig dat dat dan weer niet kan. Um, wacht even, oh, daar moet ik hem wel uit kunnen. Dan moeten we toch maar eventjes doorgaan in het pols. Uh, nou ja, goed. Dan gaan we toch lekker door, door in het pols. Um, tientallen pinballkasten staan hier gewoon. Uh, en ja, ik denk dat er genoeg fans zijn van pinballkasten in Nederland. Om daar aan de gang te gaan om dat te kunnen spelen. Ja, ik moet nu zeggen dat ik nu even niet zo heel goed weet waar ik op moet klikken. Oh, dit zijn blijkbaar de tijden en het kost. 40 Slotty. Uh, Normalny en Ugolny. Uh, weet ik ook niet wat het betekent. Uh, maar dat is wat duurder. Of nee, dat is wat goedkoper. Dat zal er wel in, in, in bepaalde tijden zijn. Even kijken, hoor. Ik ga, ik ga gewoon overop klikken, joh. Fuck die shit. Oh, hier krijg ik ook niet zo heel veel te zien. Grie. Ah, dat zijn de flippery. De flipperies. Uh, dat zijn de flipperkasten. Ah, je ziet het. Dit uh, is uh, best wel. Een indrukwekkende lijst aan flipperkasten. ook oh, ik scroll nog even door. En dan heb je GRI. Video, GRI. Dat zijn de games waarschijnlijk. Nou, hier zie je ook zien dat ze ook echt wel behoorlijk wat arcadekasten hebben staan. Kortom, mocht je nou eens denken... Fuck dat hele salau of uh, uh, Creta of Ibiza voor my part. Ik ga eens een hele andere kant op. Ik ga naar Polen toe. Dit is ook een hele leuke plek om... Naartoe te gaan. Goed, waar ben ik gebleven? Um, ietsje meer naar onderen dan. Prachtige stad. Ik ben er twee keer geweest. Eén uh, keer naar Boeddha en één keer naar Pest. Dat zijn twee kanten, daar zit een rivier tussendoor. Uh, Boeddha Pest dus. Um, kan je heerlijk eten. Uh, alhoewel ik niet zo van de goulas ben. Uh, maar super toffe restaurants. Is niet duur. Nachtleven is hartstikke leuk. Met name bier drinken is echt heel tof. In pubs daar. Schitterende stad ook om mooie uh, gebouwen te zien. Um, en ze hebben dus ook, ook een pinbalmuseum. Ja, ik was het even vergeten. Maar zij hebben ook een pinbalmuseum. En zij zeggen weer: natuurlijk zeggen zij dat. Europe's leading pinball museum. Oftewel, zij zeggen: wij zijn nog een keer veel groter dan dat. Uh, nou, in ieder geval waren ze zo groot dat CNN uh, binnenkwam om naar binnen te gaan. Uh, ze hebben ook Arcadia. Alles hebben ze allemaal. Um, even kijken. Een gallery willen wij dan natuurlijk even zien. Even kijken. Galeria. Nou, je ziet het, jongens. Kijk eens eventjes. Dit is toch gewoon. Ja, ik word hier wel vrolijk van. Ik word hier wel vrolijk van. Um, zelfs mijn vriendin krijgt nou dit soort shit mee. Um, dit zijn gewoon hartstikke leuke plekken om gewoon een middag door te brengen. Het, kijk, doe elke stad, elke grote stad heeft wel een arcade. En als je googelt op arcade en een bepaalde stad... dan krijg je altijd wel een lijstje... met waar je naartoe zou kunnen gaan. Maar of het is heel klein... of het is fucking commercieel... en dus met die bonnetjes of moderne arcades... of het is vr teamed, of het zijn escape rooms. Wij willen ouderwetse... ouderwetse arcadehallen. En dit is er ook een. Um, ja, ik bedoel... Uh, ik zou hier prima een hele dag kunnen doorbrengen. Kijken eens hoeveel flipperkasten... hier wel niet staan... Een enorme rij. Dit is ook wel flink wat groter dan uh, Blast Galaxy. Als ik dit zo even bekijk. Uh, prachtige verzameling bij elkaar. En wie weet is die inderdaad wel de allergrootste. Dus Budapest ook nog eens een keer. Echt een hele vrede stad om naartoe te gaan. Dus wie weet, um, check hem uit. En ga dan gewoon gezellig even naar Budapest toe. Um, ja, uh, ik had even de volgorde wat anders moeten doen. Want uh, Praag heeft er ook een. Praag. Moet ik er ook niet meer duidelijk maken dat het een hele vette stad is. Het is nu wel heel erg warm daar. Uh, maar het is echt een prachtige stad. Natuurlijk, die, die brug in het midden, maar ook gewoon de binnenstad. Uh, fantastisch bier drinken, heerlijk eten. Uitgaan is leuk. Het is allemaal redelijk betaalbaar. Uh, en ik moet even kijken. Dan kom je dus hier uit. Uh, dit is namelijk het Arcade Games Museum. Die hebben ze dus ook in Praag. En ook hier zie je weer fucking veel. Uh, um, dingen. En ook zij zeggen dat ze de largest retro arcade room en museum zijn in Central Europe. Nou ja, oké, okay, misschien hebben ze dat pinball er even uitgehaald uh, en hebben zij uh, gewoon er een arcade museum van gemaakt. Nou goed, dan ga ik weer even plaatjes tonen, dames en heren. Uh, je ziet het allemaal lekker ouderwets, gewoon bam, keiharde stenen muur, uh, hout aan, uh, aan het plafond en steen, gewoon geen opsmuk. Uh, maar wel gewoon hartstikke tof om gewoon hier te spelen. En Rally Midway, super tof. Even kijken wat ik hier al zie. Volgens mij uh, dat kan ik net niet goed zien wat dit is. Even kijken hoor, ze hebben nog meer? Kijk ja, mooi uitgelicht allemaal. Ik denk dat hier iedereen ook wel, als je in Praag bent en het regent of het is bloedheet, dan zou ik hier zeker ook een dagje naar toe gaan. Uh, er kunnen 250 man in. En uh, verder is het ongetwijfeld dat je er ook lekker wat kunt gaan drinken. Eten weet ik niet. Het is niet alsof deze tent nu heel erg zegt dat ze ook een beetje een barachtig iets zijn. Uh, goed, dan gaan we naar Parijs. Parijs ben ik laatst geweest met Yui en uh, Shelly. Uh, ga ik ook niet vertellen dat het een leuke stad is Parijs uh, Ik denk dat bijna iedereen van jullie er wel eens een keer geweest is. Maar qua gaming is er. Wel redelijk wat te doen, alleen als ik daar echt ga zoeken, dan is toch het overgrote gedeelte VR, escape room of commercieel. En um, VR, daar word ik misselijk van. Ik ga niet op vakantie om misselijk te worden. Um, escape room vind ik kut, want ik heb geen geduld. En uh, ik kom altijd wel een door een deur heen, ook al zit die dicht. Um, en dan als derde, die commerciële shit. Um, Nee, dat, dat vind ik niet tof. Ik wil ouderwets arcade. Of ik wil wat meer het Japanse systeem. En misschien ook een beetje het Blast Galaxy systeem. Waarbij uh, lekker drinken en eten en, en chillen gecombineerd wordt met gaming. En dan kan ik je de reset bar aanbevelen. Uh, aan, uh, aan die zit namelijk in Japan. Of in Japan. Uh, die zit in Parijs. Uh, je ziet het al, Reset, Fine Gaming en Drinking. De hele stijl van deze website. Uh, die ziet er al meteen uit. Uh, uh, ja, dat, 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 dat spreekt mij gewoon een beetje aan. Nou, dan zie je hier ook weer, ik ga even wat fotootjes uh, uh, laten zien. Um, ja, een, een, een iets andere opzet. Maar wel gewoon tof. En uh, gewoon even wat drinken. En dan gewoon dit soort games allemaal spelen op de ouderwetse systemen. Ik vind het wel link. Je moet wel goed oppassen. Maar hier, Duck Hunt. Fenomeen natuurlijk allemaal. Uh, dan is dit gewoon hartstikke leuk om even een paar uur door te brengen. En uh, in Parijs heb je meerdere van dit soort uh, uh, barretjes. Uh, waar je gewoon kunt gaan. Spelen en hier zie je allemaal, jongens. Even de cocktaillijst: de Saul Caliber voor 10 euro, de Neo Cortex voor 12 euro, de Rockstar Martini 12 euro. De link, ik vind het alleen maar leuk dat ze het gewoon allemaal in de stijl trekken van uh, gaming. Uh, dan zit je er gewoon, je zit er gewoon meteen lekker in, weet je wel. Dus Parijs, uh, bij de Halle, bekende plek, kun je hier uh, naartoe gaan. Poker Shots heb je natuurlijk ook, dat is voor mij. Ik hou van shotjes. Uh, dus de Pew, wat is het? Even kijken hoor. De Pew Mew, uh, de Pusatja, de Voltali, de Goopix, de Pika Pika, de Pokédex, de Arlequin. Uh, hartstikke tof om deze toko te checken. Uh, met de trein ben je er zo. Uh, en dan heb ik er nog één. Uh, en dat is op dit moment een van de heetste plekken in Europa op dit moment, Rome. Het heet nu ook Hell City op dit moment, omdat het 42 graden is. En dan is Rome niet heel erg prettig. Al te meer reden. Ik heb goed moeten zoeken. Ook daar niet al te veel hardcore arcades. Heel veel commercieel VR, escape. Maar er is er wel één. En dat is dan toch gewoon weer het Videogame Museum. Il primo e unico Museo del Videogioco in Italia Nel cuore di Roma, Vigamus. Ehm. Ja, ook hier je ziet het filmpje al. Uh, uh, wat dat betreft. Uh, ja, gewoon een, een hardcore museum. Vol met ouderwetse games. Uh, om te bekijken. Uh, niet alleen games om te spelen. Maar volgens mij hadden ze hier ook gewoon. Uh, uh, bijvoorbeeld nog een cd'tje met de eerste beeld van Doom. Dat, dat, soort, dat soort dingen. Alle. Oude handhelds hebben ze daar om te bekijken. Gewoon hartstikke leuk om te zien. Kijk, je hebt het natuurlijk ook in Nederland, snap ik, bij Bonami. Maar je kunt ook naar het buitenland toe gaan en dan kun je wel gaan kijken. Even kijken, maar Italiaans is niet zo heel slecht. Um, nou, hier zie je bijvoorbeeld um, il BBC Micro di Dini. Nou, dat is waarschijnlijk uh, een, een, een game. Uh, hier een little storyboard, il druna Morbus Grafis. Nou, Hier gewoon heel storyboard van een bepaalde game. Uh, een Crytek Demo disc. En even kijken. Um, de Doom Master Disc. Dit bedoelde ik een beetje. Uh, de Doom Master Disc. Nou, dat zijn al van die leuke dingen om, uh, om, om te bekijken. Uh, ja, goed. De ene gamer zal zeggen: lekker Bram, belangrijk. De andere gamer zegt: fucking hell. Ik bedoel, ik vind dit wel tof. Ik bedoel, Doom is voor mij ook een legende. En om dan gewoon de floppies. Ik bedoel, het werd dus gewoon aangeleverd op fucking floppy discs. Hier stond dus gewoon die game op. Hoe fucking kwetsbaar is dat? Dan is dat gewoon allemaal leuk om te zien. Even kijken uh, hoeveel het kost. Intero 8 euro, Ridotto uh, 5 euro. Uh, nou, dat valt allemaal wel mee om dit te doen. Dus um, dat zijn voor mij 10 tips. Nogmaals, uh, ik zal de linkjes allemaal even netjes in het tekstje erbij zetten. Geloof mij, elke stad. Ook als je naar een typische zomerse uh, um, uh, plek gaat. Of het nou Turkije is, of Griekenland, of Kroatië, of weet ik allemaal wat. Ze hebben allemaal arcade ergens. Alleen, ik zei het al, wij zoeken de speciale shit... Um, zo'n arcadehal, ik ga veel naar Turkije toe en Griekenland toe, daar heb je altijd wel ergens zo'n plek. En daar hebben ze uh, meestal van die, 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 die airhockey dingen en van die basketball shit. En dan zitten er ook nog drie racekasten uh, uh, bij. Daar ga je misschien even een paar euro stuk slaan en loop je weer verder. Dit zijn echt dingen waar je een middag of een dag voor uittrekt en die ook echt leuk zijn om te doen. Bijvoorbeeld als het slecht weer is of als het regent of als je het je niet uitmaakt omdat je gewoon per se daar naartoe wilt gaan. Het leuke ervan is, ik vraag nu aan jullie. Hebben jullie nog tips? Jullie zijn ongetwijfeld met z'n allen overal geweest in Europa. Waar hebben jullie toffe arcadehallen gezien, videogame museums. Um, iets wat bijzonder is en wat met games te maken heeft? Zet het er even op in de comments. Doe er even een linkje bij. Is leuk voor je medegamers. Uh, want wie weet kunnen zij weer uh, precies een tip krijgen voor iets waar zij nou juist naartoe gaan. En daar weer hun voordeel mee doen.